weer een nieuwe vlog hier op Campsite. Vandaag zijn we weer op een hele speciale locatie, toch? Ja, we zijn in Luik. En weet je waarom we in Luik zijn, Cassie? We zijn hier speciaal voor de Movie 32, omdat we hebben misgelopen in Hasselt. En nu komt de grap, hij is weer afgebroken. Nee, als dat zo is, word ik helemaal gek. Luister dan, we zijn dus in Luik, dat is in België, maar wel het Franse gedeelte. En we staan hier al gelijk bij. Nou, mag je vlog? Mag je vlog? We zijn hier ook weer met Gino, onze kale neger. Oh, dat is zo lekker, jongen. En als je denkt, we zien een fucked up uit, we komen net in Bobby Aanland. Ja, we komen net in Bobby Aanland. Je achter staat Jumper. Terror Factory, mensen. Dat is met een achtbaantreintje. Kom je hier uit, denk ik? Het is echt wel achtbaandeel. Ja, het ziet er wel heel gaaf uit. Ziet daar ook een mooi karretje daar? Ja. Maar wat het precies is, weet ik niet. Een spookhuis, denk ik. Ik denk een spookhuis, inderdaad. Oké, jongens. Ik ben hier nog nooit geweest. Ik heb geen idee wat we allemaal kunnen verwachten. Ik weet ook niet wat hier allemaal staat. Het is een Nederlands zaakje. De eerste regels is in Nederland. Ja, het is wel iets Nederlands. Maar het ziet er wel heel oncomfortabel uit als ik zo eens kijk. Als je ziet hoe je in zo'n karretje zit. Maar wat leuks, mensen. Wij zijn hier dus heen gegaan zonder dat we weten wat hier staat. We komen dus echt maar voor één attractie. Movie 32. Voor de rest is het allemaal eigenlijk gewoon een verrassing. Bijzaak. Laten we op ons afkomen. Het is ook wel heel laat voor de mensen die zich afvragen. Het is echt om 11:30 geweest. Het is bijna middernacht. En we lopen nog op de kermis hier in Luik. In dat geval. Allemaal speelkramen, gokkramen. Dat is ook typisch kermis, hè? Hier kunnen ze je toekomst voorspellen. Ja, die heb ik toch niet. Oh. Hé, mensen, dat is grappig. Turbine. Of turbijn, hoe je het ook noemen wil. Staat hij gewoon. Die heb ik heel lang niet gezien. Hij heeft wel pauze nu. Waarschijnlijk wel. Of hij is al dicht, dat kan ook. Volgens mij is hij al dicht zo te zien. Ik hoop niet dat dat met de Movie 32 ook zo is. Maar deze heeft vroeger heel veel in Nederland gereisd. De turbine. Heel spectaculair apparaat. En tegenwoordig reist hij volgens mij in België, want hier staat hij wel. Ze hebben hier gewoon een reuzenrad staan. Hebben ze in Nederland niet meer bijna. Kijk, XXL. En de grap is, mensen, ik ben vandaag naar Bobby Aanland geweest. Kijk hoe dicht er langs die raam. Ja, heel dichtbij. En in deze zou ik bijvoorbeeld wel misselijk worden. En ik denk dat ik weet waarom. Hier staan die gondeltjes naar binnen gedraaid. En bij Bobby Aanland, Sledgehammer, staan ze naar buiten. En ik denk dat dat nogal een verschil is. Hè, Erwin? Hier staan ze naar binnen, die gondeltjes. Ik denk dat je dan misselijker wordt dan als ze naar buiten staan. We zien elkaar stilstaan. Ja, zie je dat niet. Misschien dat het is. De Luna Trick. Wat? Drievliet. Oh, Drievliet. Die vond ik wel. Nee. Nee, daar word ik echt misselijk in. Ik zat er altijd als een clown. Nautilus, ja. Ja, tegenwoordig heet dat zo, hè? Ja, vroeger heette die Luna Trick. Vroeger heette die anders. Oh, hell to the no! Dat ik daarin ga van mijn leven. De botsautootjes. Moet natuurlijk ook niet ontbreken op de kermis. Zoals je ziet staat Movie aan het einde van de kermis. Maar we hebben nog wat op die kermis. Want het is zo'n grote kermis. Het is zo'n grote kermis, jongens. En levensgevaarlijk. Want je wordt hier bijna doodgereden. Serieus? Dat was een bijna doodervaring, Gino. Oh. Ja. Ze komen hier hard aanrijden. Ze komen hier hard aangereden. Normaal gesproken is de kermis helemaal afgesloten voor dit soort dingen. Normaal gesproken, omdat het natuurlijk terroristisch aangelegd is, sluiten ze al die afgangen zeg maar af met van die betonnen blokken. Maar dat hebben ze hier niet. Nee, hij is er. Oh, ze hebben hem. Hij staat er. Kijk, jongens. Oh, ik ben helemaal blij. De Movie 32. Oh, sorry. Ah, Gino. Hij staat er gewoon. Movie 32, jongens. Oh, wat een gaaf. Hij is er gewoon, Lars. Hij is er. Hij is niet afgebroken. Hij staat er. En we gaan erin. Want dit, jongens, dit is een apparaat. Oh. En ik neem jullie natuurlijk mee in de attractie. Met mijn GoPro. Dus tot straks in de Movie 32. Daar gaan we. Ik ben zo blij omdat ik hier zit. Zo blij dat ik hierin zit, jongens. En we zitten in de avond. Dus we krijgen ook nog een hele gave show. Daar ligt mijn hoedje.
Oh jongens, dit wordt wat. Ik vind het nou al zo gaaf. Ik weet niet, deze is wel heftig hoor. Ik heb het idee dat deze heftiger is. Wauw. De dato gaat slow-mo. Dit gevoel is niet te omschrijven op camera. Dit is zo... Wauw. Dit is nog helemaal goud. Erwin, hoe vindt het tot nu toe? Tino! Oh jongens,
Wat is dit een goudapparaat? Let's go, one more time. Oh. Oh, hij is afgelopen, oh my god. Oh. Hij blijft ook nog even op de stand. Hoeveel jullie iets te verdienen? Kom op. Ja, ja. Wauw. Wat een apparaat. Ga je dan, hè? Nou mensen, we komen net uit de Move in 32 Tino. Voor de van. Ja, wacht hè, gewoon echt heel gaaf. Hij is gaaf hè. Nou, het is natuurlijk een beetje hetzelfde apparaat, kun je ook wel zien, als de Predator in Düsseldorf. Alleen deze geeft een betere show. En hij heeft wat meer, ja, hij doet wat meer met de attractie, zeg maar, als Predator. Dus ik heb een nieuwe top 3. Op nummer 1 blijft de Blackout, op nummer 2 deze Move in 32. En op nummer 3 Predator, mijn top 3 kermisattracties. Maar dit is zo gaaf. Waar is het voordeel van? Eindelijk hebben we hem kunnen doen. Gaaf, hè? Ja, jammer dat we mijn hustle wel hadden gemist, hoor. Ja. Nou snap je waarom ik baalde, hè? Ja. Toen moest je lachen, maar nu denk je, ja... Ik nog steeds lachen als ik eraan terug. Oh, Erwin. Ja, ik hoorde dat jullie helemaal hyped over waren, dus ik was wel heel nieuwsgierig, maar ik vind het wel een leuk dingetje. Licht vind ik ook heel mooi trouwens, echt super effecten, maar wel kotsmisselijk. Oh, Erwin. Maar je hebt het wel gedaan. Ja, ik heb het wel gedaan. En je hebt ook de reactor gedaan in Nederland. Ik heb geen stem meer over. Oh, ja. Ik ook niet, maar ik ben verkouden. Ja. Oh, wat een gaaf ding, hè. Ja, ik vind hem echt... ik ben echt blij dat we hier naartoe hebben. Het is helemaal waard gewoon om hier voor speciaal te zijn. We zijn in het Franse gedeelte van België. Ja, maar toch ook wel weer heel dicht bij Nederland. We zitten vlakbij Maastricht. Oh, dat wel. Ja. Ik denk echt, we hebben gewoon een uur gereden voor dit ding. Maar we zitten gewoon vlakbij Maastricht. Nou, dan valt weer mee dan. Stiekem moet iedereen helemaal bijkomen van dit heftige apparaat. Je ziet ze allemaal zitten van, oh, oh ik kan niet meer. Die arme Erwin, waar heb ik hem toch ook weer in meegesleurd, hè? En hier hebben we weer de wilde muisachtbaan, spinning coaster. Hier hebben ze ook weer een of ander gek spookhuis. Met hangende gondeltjes. Met clowntjes. Hell to the no dat ik hierin ga, jongens. Hell to the nee. Ik heb het al vaker gezegd in mijn vlogs, altijd. Ik ga never nooit in zo'n ding. Af en toe heb ik me over laten halen. Maar dat ga ik dus in het vervolg nooit meer doen. Nou, Kevin. Nee, zeker niet. Want jullie weten er misschien wel wat er is gebeurd ergens op een Franse kermis. Een Franse attractiepark dat het was. Is er dus letterlijk zo'n gondeltje vanaf gevlogen. Dus mensen, hell to the no. Dat ik hier ooit nog in zou gaan. Er zijn ook in andere attracties doden gevallen. Dat is waar. Die niet hoog zijn. Dat is waar. Maar dit mensen, nee. Ik vind dit de engste attractie die er is. En nee, hier zou je me nooit meer in zien. Erwin is een milkshake aan het bestellen. Ik heb geen idee dat ik hem aan het filmen ben. Oké, ik bestel het dus een milkshake, was het uit. En ik moet hem betalen, is het 5 euro. 5 euro. Er stond wel een 5, maar ik denk, nou dat is pas dat je 5 smaak hebt of zo. Ik kon me gewoon niet voorstellen dat het 5 euro is, maar het is 5 euro. Nou, ze is hem al aan het maken, dus ja, ik heb het wel betaald. Ja, dan betaal je dus 5 euro. Dan denk je, dan krijg ik in ieder geval snelle service, maar ik sta echt dan niet te wachten. Dank u voor de snelle service. Dank u. 10 minuten wachten, 5 euro. Hij zit nog redelijk vol, gelukkig. Hij is wel groot.
Godverdamme, ook nog heel gore. Zo jongens, ze nemen het hier erg serieus. Kijk even, politie hier. Het lijkt Disneyland Prijs wel, met een mitrailleur erbij. Voor het geval dat. Maar dan voel je je wel een stuk veiliger als dit er rondloopt in elk geval. Maar hier mensen staat de mooiste breakdance, namelijk de Decadent. En nou staat hij er in de avond. Dus nu kunnen we hem in de avond zien draaien, alleen we missen wat. De muziek. En ik denk dat dat komt, dat hij na een bepaalde tijd geen muziek meer mag draaien. Want het is nu hoe laat? Nee, ik denk... Het is een hele stille kermis. Ja, dat is wel saai. Maar, dat scheelt wel weer copyright. Hoe laat is het nu? Kwart over 12. Ik moet zeggen, ik denk naar 10:30. Kijken. Ja, dan denk ik dat die muziek om 12 uur uit moet hier. Ja, we net leven wel nog allemaal. Ja, nou ja, beter toch? Maar ze doen hier wel een thematisatie met Halloween. Ja, wel zonde inderdaad, maar je ziet inderdaad wel je stroboscopen. Als het goed is, heeft dit ding ook vuureffecten. Ja, ze noemen dit de reizende disco. Dat is ook wel een beetje, hè? Even alles herhalen wat jij net zei, weet je wel. Oh, hell to the no. Oh, nee. Hij zegt, ja, ik wil erin, zegt hij. Maar er moet wel iemand meegaan. Maar niemand durft met je mee te gaan. Jammer voor je. Hij draait wel iets sneller als overdag waarschijnlijk. Want de vorige keer zaten we hier in Lars en ik en toen leek hij best wel tegen te vallen. Maar ik moet je zeggen, hij draait zeker niet slecht nou. Alleen ik mis toch wel de vuureffecten. Want dat heeft dat ding ook, vuureffecten. Maar zo zonder muziek mensen, een kermis zonder muziek is wel anders. Oh, kijk nou wat je hier hebt staan mensen. Je hebt hier gewoon een rotor. De Star Wars, maar dan kan je hem hier wel goed zien draaien. Ja, dat zie je bij Star Wars trouwens ook. Maar hier kun je zeg maar live kijken naar... Jezus Christus, gaat dat goed? Roken nog 10. Ja, volgens mij heb ik in de afgelopen 2 vloggen zo vaak geniest. Ja, maar heel veel. Zou het verkouden zijn. Maar hier zie je hem dus... 3 vlogs. Maar hier zie je hem dus draaien. En hierboven zie je live beeld. Wat daar binnenin gebeurt. Dus dat is wel lachen. Oh, mensen kijken eens draaien. Hard, jongen. Kijk die mensen helemaal tegen de muur aangeplakt. Zie je ineens een opa tegen de muur of een vader die er is ingetrokken door zijn zoon, weet je wel. Kijk dan. Het gaat gewoon vanzelf zo hoog. Het gaat vanzelf. Helemaal scheef ga je ook. Ik vind 5 euro duur. Oh, meneer Krabs. Het ziet er zo mooi uit in die video, hè? Nou, het ziet er vooral heel droog uit. Je ziet die mensen echt helemaal zo zitten, zo van... Ja, leuk. Oh jongens, dit is echt het toppunt van eenzaamheid gewoon. Botsauto's in je eentje. Ook zo zonder muziek. Ja. Dit is toch gewoon echt niet te doen. Ja, het toppunt van eenzaamheid, Erwin. Ja. We hebben het gevonden, hier is het. Ja. Dit is echt, oh wat erg. Jongens, wat erg. De achtbaan is gewoon dicht. En Erwin wilde in de achtbaan. Ook al weg. Ook al dicht. Alles is nu aan het dicht. Alles is langzamerhand aan het dicht gaan. Maar ja, het is ook niet zo gek. Zo half één s'nachts. Het is zo waar. Volgens mij is alles al hartstikke dicht. Wat doen we hier? Wat doen we hier? Alles is... Ja, het begint dodelijk te worden, mensen. Zo, nou dat is intiem. Ja. aangezien de kermis helemaal dood aan het gaan was, dachten we, weet je wat we doen? We gaan weer weg. Ja. We hebben de movie 32 gezien. Kunnen we pleiten? Eén attractie gedaan. Ja. Eén attractie gedaan. Kijken, niet kopen. Maar hier zijn we ook voor gekomen, hè? Ja. Wat vinden jullie van mijn hoedje? Leuk, hè? Ik weet zeker dat het zo'n beetje de kostenvlog ooit is op Kevrides. Ja, dat wel, als die maar 10 minuten is. Ja. Echt kort. Nee, maar in elk geval, ik hoop dat jullie hebben genoten van dit korte special vlogje eigenlijk, Movie 32. Wat niet is gelukt in Hasselt en hier wel. Jullie hebben kunnen meegenieten. Nou. Nou, het was zo leuk. Nog een kotsmits. Oh mensen, ik zou zeggen tot de volgende vlog. En de volgende vlog wordt ook weer heel speciaal, want dat wordt namelijk Movie Park Halloween. En daar mogen we ook filmen in de huis. Oh, ja? Oh, mogen we mee? Leuk! We hebben niet eens een planning van morgen. Ja, leuk! Jullie mogen allemaal mee als jullie 16 plus zijn. Lars, jammer voor je. Oh. Ja.
Oh, Jari is er ook. Erwin, Jari is toch gekomen. Maar daar gaat hij.